De nieuwe directie van de Surinaamse Bank, die al langer dan een maand officieel compleet is, gaat voor wederopbouw van de financiële instelling voor het jaar 2022. Volgens directielid René van Rooij was dat ook de intentie in de afgelopen 2 jaar. Maar vanwege de COVID-19-pandemie kon de instelling niet veel doen. De bank moet nu hun risicodossiers oplossen. We hebben nog een aantal risicodossiers van onhandige besluiten, laat ik het maar zo zeggen, die in het verleden zijn genomen. Die risicodossiers moeten we oplossen. Die gaan we dit jaar oplossen, zodat we eigenlijk op een schone basis weer verder kunnen gaan bouwen. En een tweede aspect is dat we hebben in voor die jaarrekening 2019 en 2020 en 2021 hebben we een IFRS-conversie gedaan. En wat betekent dat? Dat betekent dat onze cijfers volledig vergelijkbaar zijn met cijfers van internationale banken. Dus daardoor is er veel meer transparantie over wat precies hoe we ervoor staan. Ons boekje van de jaarrekening is van 50 pagina's naar 150 pagina's gegaan. Dus er staat veel meer in, veel meer transparantie. Dat betekent wel dat we een stukje achterstand opgelopen hebben. En die achterstand voor 2020, 2021 gaan we inlopen, met spoed inlopen. Want wij vinden het belangrijk is dat er verantwoording afleggen, transparantie geven hoe die bank ervoor staat. Van Rooij zegt verder dat de cijfers van de bank er sinds 2020 weer positief uitzien en zij er veel beter voor staan. In de afgelopen jaren moest de financiële instelling door heel wat troebel water. Daaruit zijn er lessen geleerd. Nou ja, kijk, we hebben heel veel beleid ontwikkeld. We hebben monitoring ontwikkeld waarin we telkens ervoor zorgen dat het water steeds helderder wordt. Dat doen we ook in samenwerking met de centrale bank die daar bij helpt. Wij denken dat we al heel veel gedaan hebben. Het water is wat dat betreft veel helderder geworden. Kan ik u een garantie geven dat we foutloos en perfect zijn? Helaas niet. Dat zal waarschijnlijk nooit lukken. Wat u wel van ons mag verwachten is dat we altijd transparant zijn en verantwoording afleggen als er dingen niet goed zijn gegaan. Wij willen een transparante bank zijn, een bank zijn waar iedereen van weet van wat er zich plaatsvindt. En ook als er dingen wel eens misgaan, zullen we daar transparant over communiceren en ook transparant zijn naar de samenleving. Ten slotte zijn de klanten en veel mensen in Suriname zijn klanten van de Surinaamse bank, hebben dat recht om te weten wat er hier plaatsvindt. Van Rooij onderstreept dat een van de taken van de directie is om rust te creëren binnen de bank. De afgelopen 5 jaren kunnen worden gerekend tot een periode van onrust.